Er nooit eerder een documentaire is gemaakt over Otto Frank? Nee, ja, ik heb eigenlijk geen idee, maar. Er nooit eerder een documentaire is gemaakt over Otto Frank? Nee, ja, ik heb eigenlijk geen idee, maar uh, Otto is overleden in 1980. En de hoos aan de aandacht voor de Tweede Wereldoorlog kwam pas vanaf halverwege de jaren 80. En uh, daardoor is hij zelf in Nederland nooit geïnterviewd geweest, denk ik. En uh, ja, is het allemaal blijven liggen. En waarom wilde jij het wel doen? Nou ja, ik heb gewoon ontzettend geluk gehad dat ik het als eerste mocht doen. En, uh, maar ik, en waarom ik het leuk vind, is omdat zijn uh, levensgeschiedenis uh, zo interessant is. Dat er zoveel aspecten aan vastzitten. De hele geschiedenis van de 20e eeuw. Uh, nou ja, de, de, het hele verhaal van zijn relatie met zijn dochter, het, uh, het uh, aan de man brengen van dat boek, het vinden van dat boek, zijn eigen geschiedenis in Auschwitz, zijn uh, eerste wereldoorlog vechten in de loopgraven enzovoort. Je zegt, ik was de eerste die het mocht doen. Um, heb je, is dat, uh, was het in opdracht? Uh, nee, het was geen, uh, geen officiële opdracht. Maar de Frank stichting heeft aan uh, Pieter van Huistee producties gevraagd... of gezegd, er is nog nooit iets over Otto gemaakt. En wij helpen jullie met uh, het beschikbaar stellen van de archieven van Otto... en de uh, research. En uh, weet u een regisseur? En dat werd dus David de Jong. En, maar zei jij meteen ja? Ja, ik zei meteen, nou, dit is echt een droom. En ik had al mijn droom net verwezenlijkt, want ik had mijn eerste... Uh, Grote documentaire gemaakt over Frans Boomet, maar ja, kennelijk was het toch nog een droom. Waarom was dit een droom? Uh, nou, omdat er aan zijn levensverhaal zoveel kanten zitten en uh, ja, omdat het uh, eigenlijk het antwoord wat ik net gaf, dus een waanzinnig levensverhaal en uh, ja, dat wist ik toen eigenlijk nog niet, maar heel spannend om in een. Uh, ja, in een toch moeilijk toegankelijke man. Om, om daar toch nog iets van. om die toch te leren kennen. Het is een enorme zoektocht geweest. en graven. en dat was gewoon heel leuk. Ja, ja want ik, wat jij allemaal nu vertelde. dat wist ik helemaal niet over Otto Frank. En het is ook. Um, ik, ik vraag me af. Wat, wat voor beeld had jij bijvoorbeeld. van hem. voordat je er eigenlijk aan begon? Nou, zoals zoveel mensen. ben ik achtergekomen. had ik een negatief beeld. En vraag me niet waarom. Maar. Uh, veel mensen denken ja, hij heeft heel veel geld verdiend. En verbinden daar dan ook een oordeel aan. Dus ze denken dat hij het allemaal in eigen zak heeft gestoken. en op grote voet heeft geleefd. En ik had ook een beetje dat beeld van een, een profiteur. en het beeld van iemand die ja, op een onredelijke manier. in de geschriften van zijn dochter heeft geschrapt. Uh, en uh, ja, dus tijdens het maken ben ik erachter gekomen dat die twee vooroordelen uh, nergens op gebaseerd zijn. Maar heb jij, um, ik neem aan dat je in het dagboek van Anne Frank daarvoor alles had gelezen? Ja. Wat voor, um, wat voor beeld komt er uit dat dagboek naar voren van Otto? Dat is een heel positief beeld, juist. En uh, dus eigenlijk een soort ideale vader. Uh, ja, echt zo, zoals een pubermeisje haar vader kan idealiseren. En als een leidersfiguur ook. Want uh, in dat achterhuis was hij de man die, die de leiding had... waar iedereen tegenop keek, die iedereen serieus nam. Uh, die geen ruzies maakte, in tegenstelling tot veel van de anderen. Dus dat is wel een hele, ja, hele serieuze, goede, goede man. En wat voor... Um... Wat voor beeld kwam er nou uit de research en, en uit alles wat je um, hebt onderzocht? Wat voor beeld kwam er nou na, naar voren wat jou zelf verraste? Nou, ten eerste bleek het een uh, bijna ziekelijk zuinige man. Uh, die uh, al het geld aan goede doelen gaf. Uh, zoals in de documentaire wordt gezegd: er was geen mesje om stukken kaas af te snijden. Er was een. Uh, dus wat dat betreft is hij van Duitser toch ook weer een Nederlander geworden. Uh, nam nooit een taxi. Uh, ja, heel zuinig. En uh, nou, dat verbaasde me wel hoe, hoe, hoe ver dat ging. En uh, ik heb ook het idee dat hij, uh, zoals zoveel overlevenden, dat hij toch uh, zichzelf als het ware een beetje wilde straffen. Of dat hij leefde met schuldgevoel. Van het feit dat hij had overleefd. en die zeven andere onderduikers. en dan met name natuurlijk zijn dochters. het niet hadden overleefd. en dat hij dat zichzelf dus niet gunde. om, om echt heel erg te genieten van het leven nog. Ja. Dat is een van de manieren waarop de oorlog hem veranderd heeft. Uh, zit in jouw documentaire. Uh, hoe nog meer? Want hij um, was voor de oorlog. Een, echt een ander soort man. dan na de oorlog eigenlijk. Nee, ik heb het idee van niet. Want. Uh, ik heb het idee dat hij eigenlijk heel, een hele goede opvoeding heeft gehad. Uh, een hele liefdevolle opvoeding. Ik denk dat hij heel bijzondere ouders heeft gehad. Net zoals Anne, dus in vader een bijzondere vader had. Is hij opgevoed met, met waarden zoals je moet je medemens helpen. En er was interesse in de, in de kinderen, heb ik het idee. Uh, hij kon gewoon met zijn vader praten. Uh, Praten over dingen. Er zijn ook briefjes bewaard gebleven, dat hij brieven schrijft uh, aan, aan zijn moeder uh, op negenjarige leeftijd. Uh, heel erg schattig van. Uh, ik schenken die bloemen. Of ik pluk bloemen voor je en, uh, uh, heel idyllisch eigenlijk. Maar ik heb het idee dat hij daar een soort steven, uh, mentale stevigheid door verkregen heeft door die opvoeding. En ik denk dat hij daardoor uh, in staat is geweest om. om ja, twee wereldoorlogen in feite uh, het hoofd te bieden. Maar wacht even, wat was je vraag? Mijn vraag is hoe die oh, ja, veranderd al, is door al, de oorlog. Ja. Nee, hij was volgens mij altijd hetzelfde. Uh, dat betreft is hij een hele saaie man. Uh, de, er is niet echt ontwikkeling, maar uh, de gecompliceerdheid van zijn karakter komt door al die, uh, die confrontaties die hij die aan moet gaan, komt steeds. Meer bovendrijven en die eigenschappen die hij voor de oorlog al had, het helpen van mensen en uh, de vergevingsgezindheid, uh, dat, dat kwam natuurlijk na de oorlog uh, helemaal naar boven. doordat hij voortdurend mensen tegenkwam die over moffen spraken of die zeiden: wat moet jij met Duitsers? En die kregen dan meteen een college van: ja, ik ben zelf een Duitser en Miep Gies was een Oostenrijkse en. Uh, het heeft helemaal geen zin om, om haat te dragen. En, uh, er waren ook goede Duitsers. Dus allemaal van dat soort dingen kwamen door die confrontatie... Door, door de ellende van de oorlog kwamen naar boven. Maar die zaten er al in, volgens mij. Waarom denk jij dat hij nou... Want hij had een hele goede band met Anne. Hij had een minder goede band met Margot. Waarom denk je dat hij vooral die band had met Anne? Of heeft dat echt te maken met dat dagboek? Um, nee, dat, dat was al... Uh... Al voor de oorlog. Dat, dat kan je ook, ook lezen in, uh, in briefjes die hij dan aan Anne schrijft. Uh, echt heel erg liefdevol. Tegen Margot, denk ik ook, hoor. die, die kan ik me niet zo herinneren. Maar. Uh, ik denk dat zij wel gemeen hadden dat ze allebei graag in het middelpunt stonden. Otto op een hele andere manier dan Anne, maar. Uh, hun karakters waren, denk ik, wel enigszins gelijk. Ze hadden een enorme interesse in de wereld. Een enorme interesse in mensen. En allebei ook, denk ik, groot psychologisch inzicht. En dat, ja, de, bij Anne heeft dat geleid tot het dagboek. En bij Otto, wat het unieke aan Otto is, is dat hij al vrijwel meteen het inzicht had dat dit een heel bijzonder dagboek was. Dat het niet alleen het dagboek van zijn dochter was. Een, uh, dat het daarom uh, uh, moest voortleven, maar dat mensen daar iets aan zouden hebben. Aan de, door de manier waarop ze het schrijft en waarop zij schrijft over haar eigen puberteit en over hoe mensen met elkaar omgaan en over de oorlog zelfs ook al. Ja. Nou, is, je, je snijdt in je, in je documentaire een aantal uh, controversiële punten aan. Een van die punten is natuurlijk um, waarom moet je als vader je dochter zo tentoonstellen via haar dagboek na haar, na haar dood... terwijl zij er zelf geen, geen zeggenschap meer over heeft? Ja. Nou ja, dat, dat is volgens mij iets waar hij kort maar hevig over heeft getwijfeld. Hij had aan Anne beloofd, ik zal het nooit inkijken. En nou ja, dan is ze dood en dan krijgt hij al die dagboeken. En nou ja, hou je belofte dan maar eens. Dus dat is het eerste wat hij heeft gebroken. En ja, dat is dus... Niet in overeenstemming met die waarden waarmee hij was opgevoed. Eerlijkheid en zo. Je moet altijd je woord houden. Dus door de omstandigheden is hij soms gedwongen geweest. om bepaalde principes overboord te gooien. En uh, maar ik denk dat hij. En ik denk dat hij heel snel. Uh, toch uh, dat heeft afgewogen. Uh, ik ga het lezen. Uh, en uh, ik denk dat het belangrijker is. Dat de wereld dit ziet, dan dat ik mijn belofte aan Anne hou. of dat ik dat voor mezelf hou. Ik denk dat hij dat wel dode over heeft gedacht. over het publiceren. Nou ja, en die latere dilemma's, zoals bijvoorbeeld. Uh, toegeven aan uh, commerciële doeleinden. Ja, dat, dat, daar ben ik het wat minder met hem eens. Ja, dat moet je heel even uitleggen voor, voor de luisteraar. Hoe, um, hoe heeft hij toegegeven aan commerciële doeleinden? Uh, ik denk dat hij ook een beetje verzeild is geraakt in de fuiken van uh, Broadway en Hollywood. Het, het dagboek uh, is pas echt een succes geworden nadat er een toneelstuk van gemaakt is in Amerika. En dat zie je ook aan de, aan de verkopen: dat na dat toneelstuk uh, zie je ineens een verzevenvoudiging binnen een paar jaar van de verkoop van het boek. Dus dat is alweer een goede beslissing van hem uh, geweest om, het, om er een toneelstuk van te maken. Maar ja, hoe doe je dat dan? En uh, nou ja, daar is een, een groot deel van de film ook aan gewijd. Aan, uh, het aanvankelijk kwam hij uh, in contact met een Joodse schrijver in uh, Meyer Levin. En die uh, maakte daar een heel Joods toneelstuk van. En daar ging het allemaal om het Jodendom. En uh, geen producer die dat wilde. Uh, of, nou ja. Weinig producers wilden daar mee aan de slag. En hij kwam al snel ook in contact... met een uh, Hollywood-schrijvers-echtpaar. De Hacketts. Die hadden dus voor allerlei films uh, hadden ze scenario's uh, geschreven. Allemaal blij spelen en zo. En, uh, dus ik laat er ook heel uh, sneaky de, de filmmuziek uh, lekker opkomen... als zij in beeld komen. Ze dus echt uh, zoetgevoiste... Uh, 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 echtpaar. En uh, nou ja, die dachten dus aan de centjes ook en aan, de, aan het publiek, vooral. En dat deed Otto natuurlijk ook. Maar ja, ook dan kan je weer bepaalde beslissingen wel of niet nemen. En zij hebben dus de beslissing genomen. Uh, we gaan er elementen aan toevoegen die nooit gebeurd zijn in het dagboek en in het echt. Nou ja. Uh, wat heel uh, gênant was, is, is de manier waarop uh, bijvoorbeeld de achtste onderduiker, de heer Pfeffer. Ja, die wordt daar als een soort malloot uh, neergezet. Uh, die geen benul heeft van de Joodse rite. terwijl het een zwaargelovige man was in het echt. En uh, nou ja, een van de drama's die we niet hebben kunnen verfilmen door tijdgebrek. is dat Otto had na de oorlog een hele close band met de weduwe van Frits Pfeffer, Charlotte. Dan weet ik haar achternaam niet, even niet. Charlotte. En uh, ja, die heeft daar protest tegen aangetekend... en is ook bijna naar de rechter gestapt. En uh, ja, Otto heeft haar gewoon uh, heel cool laten weten... ja, sorry, uh, dit uh, hebben de scenaristen besloten... en uh, dat is in het belang van de verkoop van het dagboek... En waarop ze ook met hem gebroken heeft. En ook met alle andere schuilers. Dus dat is een heel apart verhaal. En dat, nou ja, dat gebeurt er dan allemaal op het moment dat Otto dus naar buiten gaat met het dagboek. En uh, als hij het bij zichzelf had gehouden... dan waren dit soort verhalen niet gebeurd. En dit soort dingen waar hij half in verzeild is geraakt... maar ook bepaalde beslissingen in heeft genomen. Een andere, is, een andere beslissing is... Uh, hoe uh, een van de onderduikers hier vandaan brood steelt. En als je ook kijkt naar de, de film die later weer naar het... Uh, dagboek naar nou, het toneelstuk is gemaakt, dan hoor je keihard hoor je Edith gillen bijna tegen, nee gillen tegen tegen Vandaan iets wat ze waarschijnlijk nooit in haar leven ook heeft gedaan. Jij dief en uh, trouwens ook gespeeld door een uh, ex, na, uh, ex nazi uh, actrice maakt het allemaal nog veel sappiger. Gusti Huber. die had nog voor Goebbels gespeeld. Uh, ja, dat is, dat is ook nooit gebeurd. Hij heeft nooit brood gestolen. En uh, tja, daar heeft Otto toch weer ja op gezegd. Dus dat, dat is wel een van de dramatische hoogtepunten van de film. Dat, ja, daar kiest hij dan toch voor, voor Anne en voor het dagboek en voor de verkoop van het dagboek. En ja, ik laat ook onmiddellijk zien wat een uh, goede beslissing dat is aan één kant. Want onmiddellijk na die scène zie je een scène waarin het uh, toneelstuk wordt vertaald, is vertaald in het Duits. In zes theaters is het in première gegaan in 1956 tegelijkertijd. En dan zie je zo'n zaal. Daar is dan een reportage over gemaakt door uh, CBS, geloof ik. En dan zie je een zaal met allemaal mensen die vijftien uh, jaar nog, uh, daarvoor nog uh, de Hitlergroet uitbrachten. Uh, en die zitten daar verbijsterd te kijken naar uh, uh, dat gezin op het toneel. Uh, waar je dan op de achtergrond keihard Aufmachen uh, hoort uh, schreeuwen. En je ziet ze gehypnotiseerd kijken. En uh, als het toneelstuk af, afloopt, zie je ze zwijgend de zaal verlaten. En ja, dat is zo'n enorme overwinning ook voor Otto. Uh, dat hij eigenlijk de eerste is geweest die uh, Duitsland. Heeft geconfronteerd eigenlijk te vroeg, want de, de werkelijke discussie in Duitsland kwam pas in de jaren 80 misschien. Maar in de jaren 50 heeft Otto door dat toneelstuk een begin daaraan gemaakt. En dat, dat is heel indrukwekkend. Het is toch wel grappig dat je dit zegt, want je, um, ik, proef, ik proef dus een ambivalentie bij jou over, over deze hele affaire. En inderdaad, in je documentaire ziet het er, jij kiest uiteindelijk toch voor, het is uiteindelijk een goede beslissing geweest. Dat is de manier waarop je het hebt opgezet. Want Otto is volgens jouw documentaire ook gewoon zo obsessief bezig met dat dagboek. dat hij bijna geen oog meer heeft um, voor dat soort dingen. Nou, ik ben het weer met je oneens, maar misschien komt dat door mijn recalcitrante aard. Maar uh, ik wil iedereen uh, de ruimte geven. Dus ik geef ook de critici van Otto de ruimte, uh, heel veel de ruimte zelfs. En ik laat ook zelfs de film beginnen met een, uh, uh, een neonazi-brief... Uh, waar de honden geen uh, droog brood van lusten over het stinkende lijk waarop Otto nog geld daaruit heeft proberen te, ver, te, te verdienen. En uh, uh, die stem laat ik aan het woord. Uh, ik laat Otto ook reageren op uh, de aantijgingen. dat hij het uh, toneelstuk verkwanseld zou hebben. En, maar ik laat ook mensen zeggen dat hij het helemaal verkeerd heeft gedaan. Pas, is dat telkens een lastige afweging? Moet je, moet je jezelf echt loskoppelen van zo'n controverse dan? Nee, het, ja, het zijn de cadeautjes die je krijgt als filmmaker: dat, uh, dat mensen met elkaar in discussie uh, gaan. En uh, je, je zoekt de hele tijd juist naar die confrontatie. Het moet niet de confrontatie om de confrontatie zijn. Maar het krijgt spanning doordat uh, die werkelijkheid uh, zo gecompliceerd is. En dat er meerdere kanten zijn aan de beslissingen die hij heeft uh, moeten nemen. Wat ik ook heel prettig vind is dat jij sprekers. dat zie je ook niet heel vaak, maar je ziet sprekers elkaar ook tegenspreken in jouw documentaire. Ja, dat is een hobby van mij. Om dan iemand te laten zeggen. ja, Otto was een goed zakenman. En dan meteen daarna heel, heel straks snijden. Van zaken had hij totaal geen verstand. Ja, dat zijn mijn darlings. Ik zou eigenlijk de hele film zo willen doorgaan. Maar ja, goed, er moeten ook weer andere dingen aan de orde komen. Maar. Ja, dat, dat deed ik eigenlijk al met radioprogramma's. Probeer ik dat zoveel mogelijk te doen. En uh, ja, ik hou er gewoon van dat je uh, meerdere kanten bekijkt. En dat je ineens denkt: oh ja, wacht even, die heeft gelijk. Maar die heeft ook gelijk. Ik denk ook heel vaak als ik met iemand praat. en iemand heeft een uh, duidelijke mening ergens over. dan denk ik: nou, die heeft echt volledig gelijk. En dan uh, hoor je vervolgens de tegenstander. en denk je: ja, oh nee, die heeft gelijk. Dus dat is leuk om uh, te laten zien. Dat zet je aan het denken. Ja, het is, het is je zegt inderdaad, het is leuk, het is een hobby, maar het is eigenlijk ook een hele, een hele principiële keuze over dat er dus over een persoon geen waarheid is. Ja, ja of dat er gewoon meerdere waarheden tegelijk bestaan en uh, ja, dat er allerlei totale inconsistenties zijn in een persoon. En uh, ja, dat is volgens mij uh, het echte leven. Jij kreeg uh, beschikking over, het, uh, over dat archief hè, van het uh, Anne Frankhuis. Is dat dan, um, ja, hoe begin je daar in godsnaam aan? Want dat moet enorm zijn. Ja, honderdduizend uh, uh, brieven, uh, duizenden foto's. Nou ja, dus er wordt, elke dag wordt er een boek over Anne. Elk, elke, elk jaar wordt er een boek over Anne geschreven in Amerika. Dus ik heb ongeveer een meter uh, boeken moeten lezen. Nou, dat deed ik dan door de productie heen. En ik begon gewoon met. met Enorm uh, beperkte kennis. Het, dat is ook gênant als ik af en toe die, die interviews uh, terugzie, die ik aan het begin van de productieperiode heb. Uh, van, hoe heet die, uh, die achtste onderduiker? Heet die niet meneer Peper of zo? Oh, nee, Pfeffer. Uh, maar goed, uh, maar het gaat, in de film gaat het vooral om hoe Otto zich gevoeld heeft en uh, dus zijn gevoelsleven. Dus daar kan je altijd kan je ook zonder research mee aan de gang. Maar goed, het, het krijgt natuurlijk meer waarde door, door alle research... en door alle kennis van ja, wat hij allemaal heeft gedaan. En, maar goed, hoe, hoe, je, hoe je daarmee begint is... Uh, nou, eerst maar eens het dagboek nog eens lezen. En uh, vervolgens ben ik met een aantal researchers van uh, Pieter van Huiste... hebben we wekenlang uh, allerlei getranscribeerde brieven van Otto... Uh, dingen uh, zelf gegeven. Uh, gaan transcriberen. hebben we eigenlijk op de stichting uh, weken doorgebracht. Uh, in het uh, archief daar. En we hadden het geluk dat heel veel dus is gedigitaliseerd. Uh, de afgelopen tien jaar. Al die brieven zijn. Uh, Wat is er? Volgens mij gaat je telefoon. Oh ja. Kijk, het is ik Ja. Oh ja, dat is zo'n. Een... <laughs> maar goed, je was, um, je was bij de brieven. Dat het nu uit is. Wij hadden het geluk dat uh, in de afgelopen tien jaar. Uh, dat enorme privéarchief van Otto is gedigitaliseerd. Alles is gescand. Dus ja, we hebben weken doorgebracht. op de Prinsengracht in het archief. Uh, om heel veel te lezen van die brieven. en stukken en uh, foto's. En uh, ja, daar hebben we gewoon een keuze in gemaakt. We hebben dat verdeeld. En de verschillende researchers schrijven dan verslagen van uh, transcripties. En uh, langzaamaan ontstond een, uh, een beeld en uh, hebben we een scenario geschreven. Nou, in de productiefase heb ik dat scenario weer helemaal losgelaten, zoals dat altijd bij mij gaat. En uh, ben ik gewoon met alle kennis in mijn achterhoofd die mensen gaan interviewen, plekken gaan opzoeken waar alto geweest is. We zijn in Amerika geweest. We zijn bij de, de plek waar de, de première was van het toneelstuk. Uh, we zijn in uh, Birkenau geweest en in Auschwitz. We zijn in Basel geweest bij de neef. En uh, we hebben de stiefdochter, de hoofdpersoon van de film, twee keer geïnterviewd: de eerste keer vijf uur, de tweede keer drieënhalf uur. Nou ja, zo stapelde het materiaal zich op. En dat zijn we toen uh, in ongeveer vier maanden gaan monteren. En het beeld, want hoe kom je. Want je hebt ook heel veel archiefbeeld volgens mij, wat niet um, bij die stichting ligt, toch? Ja, het ligt wel bij de stichting. Het is niet eigendom van de stichting, maar uh, er zijn gelukkig in het buitenland wel interviews met hem gemaakt uh, tussen 1960 en 1980. Er is een Japans portretje gemaakt, heel schattig. En uh, er is een Duits portret, gemaakt, kort, allebei korte portretten van, van uh, Otto en van het dagboek. En er is een lang Frans interview. En dat is wat meest indrukwekkende. En dan vertelt hij over het laatste moment dat hij zijn dochters in Bierkanaal zag. Uh, toen ze de, uit de trein stapten. En, uh, en dan zijn er natuurlijk al die films, waaronder een Oscar-winnende film over Anne. Waarin Otto natuurlijk ook altijd aan bod komt. En toch is het krankzinnig hè, dat die man in Nederland dus gewoon bijna niet geïnterviewd is. Dat, is toch, dat heeft toch iets heel vreemds. Zou het iets Nederlands zijn? Ja. Denk je dat? Misschien wel. Volgens mij hebben we niet een, echt een geweldige reputatie van uh, het eren van onze helden. Het, is een, um, het blijft een, een, eigenlijk een hele ongrijpbare man. Hè? Heb je het idee dat je hem nu helemaal vat? Nee, volstrekt niet. Ik, uh, ik heb een heel klein tipje van de sluier opgelicht en een aantal ja, beslissingen die hij heeft gemaakt wat duidelijker gemaakt. Ik begrijp dat het een, uh, volgens mij is het toch uiteindelijk een, een introverte man. Hoewel die altijd huilde, zei men. Als hij het over Anne had, dan huilde die. Dus ja, het is zo'n ingewikkelde man. Uh, ja, dat begrijp je echt nooit. Ja, ik denk niet dat je iemand ooit kan begrijpen, maar in het bijzonder uh, Otto niet. Want ja, is hij nou extrovert, introvert? Is hij nou uh, belangstellend naar anderen? Of is hij toch heel manisch uh, gericht op zijn doel? Uh, ik weet het niet. Was het je bedoeling om hem ook een beetje te rehabiliteren? Nee. Nee, ik had uh, heel graag laten zien dat het een uh, geweldige klootzak was. Uh, want films over nare mensen vind ik meestal wat interessanter. Maar uh, ik moest helaas uh, toegeven dat het toch wel een aardige man was. Dankjewel.